Baaldagje voor de ploeg vandaag? Toch wel. Mijn kop stond erop dat we vandaag met Arnaud toch wel zeer grote kans hadden om te winnen. Ik zat met hem eigenlijk achteraan in de groep energie te sparen. Wanneer ik ineens hoor dat hij gevallen is of lek, ik weet het eigenlijk niet goed. Dan was het de hele tijd heel hectisch in Doorke en ik zat als enige nog erbij bij de ploeg. Dus ja, het was echt moeilijk om me nog vooraan te plaatsen. Ik had al te veel sprints gereden voor de sprint. Ook moeilijk mentaal om dan opeens te schakelen naar kopman zijn? Ja, misschien wel. Dat was ook mijn eerste koers in 3 weken. Dus voor mij was het sowieso even moeilijk om erin te komen. Super hectisch, veel valpartijen. Het was echt gekhuis. Ik hoop dat alle mooie herinneringen van vorig jaar hier toch niet zijn uitgewist? Nee. Dat hoort bij een klassieker en ik kan hier zeker nog terugkomen. Dankjewel.